In deze week gaan we dus het klasmodel wat we de vorige keer hebben bepaald en bekeken, gaan we omzetten naar een relationeel representatiemodel. Dat gaan we deze week doen. Maar voordat het zover is, worden eerst de belangrijkste begrippen even herhaald van het relationele model. Het eerste wat we herhalen, dat is deze notatie van de gegevens die we van een werknemer bijvoorbeeld willen gaan vastleggen. Daarvoor geven we je naam en tussen haakjes staan dan de attributen vermeld. De dingen die we van een werknemer, van iedere werknemer willen gaan vastleggen. Dit bij elkaar, dat heet de intentie van de relatie werknemer. Dit is de beschrijving van de gegevens die we van de werknemer willen vastleggen, namelijk. Het zijn werknemers en welke gegevens belangrijk zijn van die werknemer. Dit heet de intentie, de beschrijving van de relatie werknemer. De werkelijke waarden van de werknemer, dus de echte werknemer zelf, de gegevens daarvan tenminste, die moeten ook worden opgeslagen natuurlijk. En dat gebeurt in een relationele model in een tabel, zoals je weet. En dat heet dan de extensie van de relatie werknemer. Daarin staan de echte gegevens die behoren bij deze intentie. En dus deze gegevens W102, WMU, Tollant 10, Den Haag, die gegevens behoren precies bij deze attributen van de relatie werknemer. Dus een intentie is de definitie, de beschrijving van een gegevenssoort met attributen. De extensie zijn dan de echte waarden die daarvan worden opgeslagen in de vorm van een tabel. Tezamen heet dat een relatie. Relatie is dus beschrijving van een aantal gelijksoortige entiteiten in de werkelijkheid. En die relatie bestaat uit twee elementen. Een betekenis, een definitie, dat heet intentie, dat is dit voorbeeld. En een extensie, dat is de tabel met de bijbehorende echte gegevens. Het volgende begrip is erg belangrijk in de weken die nog gaan komen, omdat het ook heel veel gebruikt wordt bij het normaliseren, wat veel mensen moeilijk vinden. En dit is een begrip dat als je dat niet goed begrijpt, je eigenlijk niet goed kan normaliseren. Dus dit moet je echt goed begrijpen. Een kandidaatsleutel, daar gaat het om. Wat is dat? Nou, dat is een attribuut K. Ik noem hem eventjes hier K, omdat ik het algemeen wil houden. Het is een attribuut K, dus haakjes die ook nog eens samengesteld kan zijn. Ja, dat is mogelijk. Hoeft niet, dat kan wel. Die voldoet aan twee eisen. Ik ga je nu twee eisen opschrijven hier, waaraan die K moet voldoen, opdat je dat een kandidaatsleutel mag noemen. De eerste eis waaraan die K moet voldoen, is een voor de hand liggende eis. En dat is de eis van uniciteit. Dat betekent dat die K, dat attribuut, opdat dat een kandidaatsleutel moet zijn, moet voldoen aan de volgende eis, namelijk op ieder mogelijk tijdstip komt iedere waarde van K maar één keer voor. Ja, dat is toch nog net iets lastiger dan je misschien in eerste instantie denkt. Hier staat namelijk op ieder tijdstip komt iedere waarde van k één keer voor. Oké. Bedenk je even dat dit nog niet betekent, hè, dus dit betekent nog niet dat het onmogelijk is dat een waarde. Dat die k van waarde verandert. Dat kan wel. Die k die mag in theorie wel van waarde veranderen. Als het maar zo is dat nog steeds en altijd blijft gelden dat op ieder tijdstip die waarde van k één keer voorkomt. Dat is belangrijk. En als die k eraan voldoet, dan noemen we dat uniciteit. Dan voldoet hij aan de uniciteitsregel. Dat is de eerste eis. De tweede eis
ligt iets minder voor de hand, maar die is erg belangrijk ook. En zeker bij het normaliseren. En dat is de eis van minimaliteit. Als die K samengesteld is, en je weet dat is mogelijk, dat kan. Als die K samengesteld is, dan moet het zo zijn dat je er geen enkel attribuutje uit kan weglaten. Zonder dat die niet meer uniciteit voldoet. Ja, dus als die K samengesteld is, dan moet die minimale grootte hebben. Je kan er geen enkel attribuutje uit weglaten. Dat is een eis. Ja, anders zou je gewoon alle attributen tezamen kunnen nemen. Nee, je moet zo'n klein mogelijk aantal attributen hebben in die K. Je kan er geen enkel uit weglaten. Als je aan die twee eisen voldoet, voor een bepaald attribuut of samenstelling van K, dan heet dat een kandidaat sleutel. Ik heb even voor dit begrip twee voorbeeldjes. Hier staan relaties, bijvoorbeeld de relatie auto. Of tenminste, dit zijn natuurlijk intenties van relaties. Een relatie heeft ook een intentie, of een extensie, een tabel. Maar dit zijn intenties van relaties en we noemen dat ook vaak gewoon relaties. De relatie auto. Neem aan dat het gaat om een autoverhuurbedrijf, waarin iedere auto een eigen uniek nummertje gekregen heeft. Nummer 100, nummer 102, 103 enzovoorts. Nou ja, als je daar gegevens van wilt bijhouden, van die auto's, dan hou je natuurlijk het autonummer bij, het merk van die auto, het type en het kenteken. Als je nou naar deze eerste relatie kijkt, de relatie auto, wat zijn daarin dan kandidaatsleutels? Druk even op de spatiebalk en denk er even over na. Oké. De voor de hand liggende is natuurlijk autonummer. Autonummer is een nummertje dat je zelf toekent aan die auto's en je zorgt ervoor dat iedere auto een uniek nummer krijgt. Dus deze voldoet aan uniciteit. Voldoet hij ook aan de minimaliteit, dit enkele attribuutje? Ja, natuurlijk, want zou je het enkele attribuutje weglaten, ja, dan hou je niks over. Hij is niet samengesteld. Dus hij voldoet automatisch aan die tweede eis van minimaliteit. Dus inderdaad, autonummer is een kandidaatsleutel. Is de combinatie van merk, type misschien een kandidaatsleutel? De combinatie van deze twee? Nou, stel dat het merk is in Mercedes en het type is type C200, ik zeg maar wat. Ja, het kan toch best zijn dat je meerdere auto's van hetzelfde type en hetzelfde merk hebt. Dus deze zal waarschijnlijk niet voldoen aan de eerste eis van uniciteit. Dus deze combinatie is in ieder geval niet een kandidaatsleutel. Kenteken misschien. Nou, kenteken komt maar een keer voor. Voldoet aan de eis van uniciteit. Voldoet er ook aan minimaliteit? Ja, voldoet er ook aan minimaliteit. Dus kenteken is in dit geval ook een kandidaatsleutel. Dus we vinden hier in deze relatie auto twee kandidaatsleutels. Namelijk autonummer en kenteken. Straks gaan we kijken welke van de twee we gaan nemen. Tweede voorbeeld, klant. Voor klanten houden we bijvoorbeeld bij een klantnummer dat je zelf toekent. Naam, adres, woonplaats heb ik even samengenomen in één attribuutje. En een bankrekeningnummer. Stel dat we dit hebben alleen. Nou ja, klantnummer is natuurlijk voldoet aan uniciteit. Is ook weer één attribuut groot, dus voldoet ook aan minimaliteit. Dus klantnummer is natuurlijk een kandidaatsleutel. NAW, naam, adres, woonplaats, voldoet hij aan de uniciteit? Nou, sommige mensen zullen misschien zeggen van wel, maar in de wereld van de databases wordt toch aangenomen dat dit niet voldoet aan de uniciteit. Die naam die kan bijvoorbeeld meerdere keren voorkomen in hetzelfde adres. Hè? Misschien een tweeling die op hetzelfde adres woont met dezelfde voorletters enzovoort. Zie allemaal problemen, dat wil je niet. En meestal nemen we aan, naam, adres, woonplaats is niet uniek identificerend voor klanten in dit geval. Dus dit kunnen we niet nemen voor een kandidaatsleutel. Derde mogelijkheid, bankrekeningnummer. Nou, voldoet aan uniciteit. Komt maar één keer voor bij een klant. En ook minimaal, hè, want het is mijn attribuut. Dus ook bankrekeningnummer zou je kunnen zeggen is een kandidaatsleutel. We hebben hier twee kandidaatsleutels. Goed,
Je ziet dus, het is mogelijk dat je in een relatie, auto en klant, zijn er twee voorbeelden van, dat je meerdere kandidaatsleutels hebt. Dat is dus mogelijk. Daarom heet het ook kandidaatsleutels zijn kandidaten. Twee kandidaatsleutels. Dat is hier niet het geval, maar in theorie is het ook goed mogelijk dat je zelfs kandidaatsleutels hebt in één relatie die elkaar overlappen. Dat ze een attribuut gemeenschappelijk hebben. Dat komt voor. Bij normaliseren zullen we dat soort dingen ook misschien wel tegenkomen. Dan wordt het wat moeilijker, want het kan wel. Maar goed, voor je database, kijk, voor het ontwerpen van je database, voor het ontwerpen van je database, is het begrip kandidaatsleutel erg belangrijk. Dat zullen we straks zien bij normaliseren, nogmaals. Maar uiteindelijk bij het implementeren van je database is het belangrijker om er eentje van te kiezen. Eén van die kandidaatsleutels heb je maar nodig voor je database om die goed te laten werken. En dat leidt dan tot het begrip primaire sleutel. De primaire sleutel is één van die kandidaatsleutels die in de database wordt gebruikt als identificatie en als referentie. Dus je moet er gewoon eentje van kiezen en dat wordt dan de primaire sleutel. En die andere die gaat gewoon, ja, die wordt wel opgeslagen, maar die wordt niet aangewezen als primaire sleutel. Want iedere relatie moet precies één primaire sleutel hebben. Maar die primaire sleutel moet ook nog wel voldoen aan andere eisen. Die heb ik hier niet opgeschreven. Maar een van de belangrijkste eisen van de primaire sleutel is, die erbij komt, is entity integrity. Namelijk dat hij geen nulwaardes mag bevatten. Dat gaan we straks zien. Ja, dat is een eis die erbij komt. Een andere eis die iets minder nageleefd wordt in de wereld van de databases, helaas, dat is de eis dat de waarden van een primaire sleutel in de loop van de tijd juist niet mogen veranderen. Dat wil je niet. Omdat er mogelijke referenties zijn, verwijzingen zijn naar die primaire sleutel. En als die dan veranderd is, dan klopt die verwijzing niet meer. Dus een extra eis is ook nog bij primaire sleutels, zeg maar een extra eis bovenop de eisen die hier staan, van de kandidaatsleutel, is dat die niet veranderd mag worden. Dus de eerste extra eis is, dat heet entity integrity, daar gaan we straks naar kijken. En de tweede eis is dat die niet veranderd wordt, de waarde ervan. Nou, als we dan kijken even naar deze voorbeeldjes. Bij auto staan nu twee kandidaatsleutels, autonummer, kenteken. Het autonummer hebben we zelf in de hand. Ja? Dus die hoeft niet te veranderen, dat hebben we zelf in de hand. Dus autonummer is een goede kandidaat voor primaire sleutel. Kenteken, ja, dat zal niet vaak veranderen, maar in theorie kan het wel. In theorie kan het kenteken van een auto veranderd worden. En dat wil je dus niet. Dus in dit geval kies je niet kenteken, maar kies je autonummer als primaire sleutel. Nou, zo'nzelfde soort afweging kun je ook maken in het tweede voorbeeld hier. We hebben die twee kandidaatsleutels, klantnummer en bankrekeningnummer. Ja, het bankrekeningnummer kan in de loop van de tijd veranderen mogelijk. Klantnummer niet, want dat heb je zelf helemaal in de hand. Dus ook nu kiezen we gewoon voor klantnummer als primaire sleutel. Ook dit begrip, foreign key, is erg belangrijk dat je het goed begrijpt. In het Nederlands wordt het wel vreemde sleutel genoemd. Vreemd woord, maar het wordt wel vaak ervoor genomen, het woord vreemde sleutel. In het Engels heet het foreign key. Wat is dat? Nou, foreign key is gewoon een attribuut, K, ik noem maar eventjes K. Ook weer mogelijk samengesteld, dat kan, dat komt niet vaak voor, maar dat kan wel. Waarvan de waarden van dat attribuut refereren aan de waarden van de primaire sleutel. Dus de waarden ervan wijzen naar de waarden van de primaire sleutel. Dat moeten we meteen even in een voorbeeldje laten zien. Ik heb hier twee relaties, twee intenties van relaties. Student, studentcode, dat is de primaire sleutel. Je weet hopelijk, dat geven we allemaal een streepje eronder. Naam van de student en wie de SLB'er is van de student. SLB'er is een docent. Docent. Daarvan houden we bij een docentcode, naam en een kamernummer. Als we willen vastleggen wie de SLB'er is van een student, dan kunnen we natuurlijk in theorie hier een naam opschrijven van die docent. Maar ja, dat is niet zo handig misschien, want misschien zijn er verschillende docenten met dezelfde naam.
Dat komt voor. Dus we noemen liever, bij SLW'er zetten we liever de docentcode van de betreffende docent. Dus de waarden die hier staan bij SLW'er, die waarden, die moeten dan voorkomen bij deze primary key docentcode. En daarmee is SLB'er een foreign key geworden naar deze primary key. Nog even nog concreter weergeven met de extensies. Hier staan twee extensies van deze twee intenties even erbij genomen. Hier staan de tuples van extensie student. S-code, naam, SLB'er. Nou, de SLB'er van Henk van Dijk is GDM. Ja. En SLB'er, wat is GDM? Nou, deze code, dat is de docentencode. En die staat dus hier. GDM, die wijst daar naartoe. GDM. De SLB'er wijst dus naar deze primaire sleutel D-code. En daar staat vervolgens de waarde van de gegevens van de betreffende docent. Okay. Dus je kan vragen, wie is de SLB'er van deze student? Dat is GDM. Wie is GDM? Zoek de waarde op in de primaire sleutel van docent waar hij naar wijst. En vervolgens staat daar de gegevens van die docent. Dit is dan, SLB is een foreign key naar deze primary key. Je ziet in dit voorbeeld, dat het in dit voorbeeld althans mogelijk is of toegestaan wordt, dat er een nulwaarde in komt te staan bij SLB'er. Maar ja, in theorie is dat mogelijk. Daar kun je voor kiezen wel of niet of dat mogelijk is. Hier is blijkbaar voor gekozen dat het wel mag. Dus een foreign key kan in het algemeen dan, kan die nulwaardes hebben, zoals hier. He, dus of er staat natuurlijk een nulwaarde, staat er een andere waarde in, bijvoorbeeld GDM, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat die waarde voorkomt bij de primaire sleutel waar die naar wijst. He, stel dat dit alle docenten zijn. Er zijn maar twee docenten, GDM en JNN. Er zijn maar twee docenten zijn er. En stel dat hier zou staan, XIZ. XIZ, kun je afvragen, wie is de SLB'er van deze student? Oh, XIZ, wie is dat? Kijken we in de primaire sleutel. Nee, hij komt niet voor. Dat is niemand. Terwijl hier staat dat dit wel moet zijn. Dat mag natuurlijk niet. En dus hier mag niet een waarde in voorkomen hier, die niet ook voorkomt bij deze primaire sleutel. En dat is een belangrijke eis. Namelijk dat als hier een waarde voorkomt, dat die ook voor moet komen in de primaire sleutel waar die naar wijst. GDM staat hier, staat daar dus ook. Klopt. Ja, of nulwaarde. Dat heet dan referential integrity. En dat zullen we straks ook nog even herhalen. Dus dit is kortweg het begrip foreign key. En hoe dat werkt. Belangrijk om te onthouden, of handig om te onthouden is bij het begrip foreign key. Een foreign key wijst altijd naar een primary key. Altijd. Hij wijst altijd naar een primary key, een foreign key. Dat moet je goed onthouden als je in verwarring bent een keer. Dit begrip heb ik net ook al genoemd, twee slides terug, toen we het hadden over primary key. Op deze slide wil ik twee belangrijke integriteitseisen herhalen. Die je goed moet onthouden, namelijk de zogenaamde entity integrity, ofwel in Nederlands entiteit integriteit. Wat wordt ermee bedoeld? Daar wordt dit mee bedoeld. Een primaire sleutel mag geen nulwaarde krijgen. Dat heb ik net ook al gezegd. Ik heb het hier nog even apart opgeschreven. Waarom? Omdat het een aparte naam gekregen heeft. Dat heet entity integrity. Een primaire sleutel mag nooit een nulwaarde krijgen. We hebben gezien dat er ook nog andere eisen worden gesteld aan een primaire sleutel, bijvoorbeeld dat de waarden ervan niet mogen veranderen. Dat heb ik hier niet bijgeschreven, maar dat is ook wel een eis waar je aan moet denken. Maar goed, dit heeft zelfs een eigen naam gekregen, deze extra eis, waaraan altijd voldaan moet zijn. Tweede belangrijke eis in het relationele model, dat is de eis van referential integrity. Dat heb ik ook net al genoemd bij de foreign keys. En dit gaat over entity integrity, gaat over primary keys.
Referential integrity gaat over foreign keys. En die zegt dit. Iedere niet-nulwaarde van een foreign key komt voor als primaire sleutel waar deze naar wijst. Ja, dus iedere waarde van een foreign key komt voor als waarde bij de primaire sleutel waar je naar wijst. Dat moet altijd zo zijn. Ja, of hij is nul. Ja, een nulwaarde mag ook in het algemeen dan. Nog even dit zo even opgenoemd. Een foreign key verwijst dus altijd naar een primary key. Ik heb net ook gezegd en dat moet je goed onthouden. En heeft altijd een waarde die ook voorkomt bij de primary key waar deze naar verwijst. Ja? Of hij is nul. Dan staat er dus eigenlijk achter iets belangrijks als dat mag. Ja? Een foreign key mag in het algemeen wel nul waardes krijgen, maar er zijn toch situaties waarin de foreign key dat absoluut niet mag krijgen. Druk even op de spatiebalk en denk even zelf over een situatie na waarin een foreign key beslist geen nulwaarde mag krijgen. Druk even op de spatiebalk en denk er even over na, een minuutje of zo. Oké, nu je weer terug bent. Ja, het kan natuurlijk voorkomen dat een foreign key deel is van een primary key. Dat komt voor. Er zijn foreign keys die in een primary key zitten. Maar volgens de anti-integrity mag een primary key mag geen nulwaardes krijgen. Dus als er een foreign key is, die zit in een primary key, dan mag die sowieso nooit een nulwaarde krijgen vanwege de anti-integrity. En daarom staat hij ook achter, als dat mag. Moet je even goed in de gaten houden dus. Goed, dit was een korte herhaling van de belangrijkste begrippen. Ik hoop dat je dat goed bestudeert, die herhaling die hiervoor zat. Want je moet het echt heel goed begrijpen, die dingen, voor je de rest goed kan volgen. Zeker ook volgende week met normaliseren. Nu gaan we kijken naar logisch ontwerpen. Nog even het globale overzicht van het vakje wat we allemaal gaan doen. Vorige keer hebben we dus conceptueel ontwerpen gedaan. En daar kwam een model uit in UML, een klassenmodel. Ja, dat staat hier, dat kwam er vorige keer uit. Nu gaan we logisch ontwerpen. En nu gaan we het klassenmodel UML omzetten naar een relationeel representatiemodel. Dat staat hier. En wat houdt dat heel globaal in? Hier staat het ook. Kijk, zo'n klassenmodel in UML, daarvan gaan wij maken, nogmaals, een relationeel representatiemodel. Relationeel. Waarom relationeel? Ja, dat geeft het soort database aan wat wij gaan gebruiken. Dat bestaat uit tabellen. En in de wereld wordt dat nu nog steeds verreweg het meeste gebruikt, al vele jaren. Maar er zijn ook andere soorten databases die in sommige omstandigheden zelfs handiger zijn. En bijvoorbeeld objectgeoriënteerde databases, die bestaan ook. Dat gaan wij niet doen, maar ze bestaan wel. Maar heb je te maken met een objectgeoriënteerde database, ja, dan kun je nog steeds uitgaan van hetzelfde klassenmodel wat je hebt, alleen dan wordt er bij logisch ontwerpen wordt er niet omgezet naar een RRM, maar naar een objectgeoriënteerde database. Dat kan ook, in het algemeen. Ja. Nogmaals, wij doen dat niet. Wij kiezen voor het meest gebruikte relationele representatiemodel. En dat betekent dus dat we er tabellen van gaan maken, met verbanden tussen die tabellen. Ja, logisch ontwerpen. Naar een relationeel representatiemodel. Voordat we het nog weer gaan doen, nog een overzichtje, alleen gedetailleerder. En dat je een beter idee hebt wat we eigenlijk precies aan het doen zijn. Gegeven dus hier een klassenmodel in UML. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat wij van zo'n soort model als dit, dat we daar een relationeel representatiemodel van maken, bestaande uit relaties, uit intenties van relaties. Want dat zijn intenties. Dus de student zal dan blijken deze relatie op te leveren, het vak zal dan blijken deze relatie op te leveren, en tentamen, een associatieklasse, zoals je hopelijk weet, leidt dan tot deze relatie met foreign keys.
Nou, de omzetting van zo'n model naar zo'n model, dat gaan we nu doen. Ik heb het hier al helemaal gegeven, maar op de volgende slide zal ik een uitgebreide recept geven om van zo'n model naar zo'n model te komen. Oké? De stap die hierna volgt, na logisch ontwerpen, ja, dan gaan we tabellen creëren. Dan gaan we een relationeel implementatiemodel gaan maken. Ja, dan gaan we hier met CreateTable tabellen van maken. Maar ons gaat het nu dus om de stap van zo'n klassenmodel naar deze relaties met foreign keys. En nogmaals, op de volgende slide heb ik een soort recept gegeven waarin dat precies aangegeven wordt hoe je dat moet gaan doen om van zo'n model naar zo'n model te komen. Op deze slide ga ik een soort recept opschrijven waarin we van een klassenmodel in UML daar een relationeel representatiemodel kunnen maken met relaties en attributen voor een keys. Dus, okay. Dit overzicht wat ik hier gegeven, dat is nog een behoorlijk gedetailleerd. Hè. Ik heb geprobeerd daar zoveel mogelijk in te schrijven dat je niks kan vergeten. Maar ik kan me voorstellen dat als je straks deze slide helemaal ziet, van begin tot einde, dat je denkt van wow, moet ik dat uit mijn hoofd leren? Dat is toch moeilijk? Daarom heb ik op de volgende slide heb ik eigenlijk hetzelfde schema gegeven, alleen dan wat vereenvoudigd, zodat je het ook makkelijker uit je hoofd kan leren. Maar hier heb ik dus wat meer details in opgeschreven, zodat je daarop terug kan vallen als je het niet meer helemaal begrijpt. Oké? Okay? Nou, de eerste stap is de intenties bepalen. En even, wat is ook weer een intentie? Een intentie is een beschrijving van een relatie. Hè? Dus een naampje met attributen erachter schrijven, dus haakjes. Dat is een intentie. En de eerste stap is natuurlijk, uitgaande van een gegeven klassenmodel, bepaal alle intenties. Iedere klasse wordt dan een intentie, met dezelfde naam. Hè? Dus heb je een klasse in een klassenmodel, dan wordt dat gewoon een intentie. Een N op M associatie, zeg maar veel op veel, wordt ook een intentie. En specialisaties kunnen ook intenties worden. Kortom, in deze eerste stap bepaal je gewoon de intenties. Niks meer. In de volgende stap bepaal je van alle intenties die je gevonden hebt hier, in de eerste stap, bepaal je de primary keys. Ik heb hier een overzicht gegeven, wat er zo'n beetje voor kan komen. Van gewone klassen, primary key bepalen. En van specialisaties moet je dat doen, van zogenaamde afhankelijke klassen die bepalen, bijvoorbeeld als je multivalid attributen hebt, primary keys daarvan bepalen, associatieklassen en N-op-N associaties. Dit zijn mogelijke soorten primary keys die je moet bepalen in de intenties die erboven staan. En nogmaals, dit is uitgebreid opgeschreven. In de volgende slide heb ik dat een beetje vereenvoudigd als geheugensteuntje. Zul je straks zien. Goed, stap 2 dus. Bepaal primary keys. Stap 3 is dan de foreign keys bepalen. En ook daarvan heb ik hier een opsomming gemaakt. Wat mogelijk is. Je hebt 0 op 1 associaties. Nou ja, dan wordt er een foreign key aan de 0 kant. 1 op 1 associaties heb je. Aan 1 van de 2 kanten kun je dan kiezen waar de foreign key komt. 1 op n, dan komt er een foreign key aan de n-zijde. Je hebt dan nog foreign keys bij n op m intenties, hè, dus die veel veel zijn. En ook nog eens foreign keys van specialisaties. Al die dingen die moet je nagaan. Trouwens, wat specialisaties zijn, dat noem ik hier wel. Hier is ook specialisaties en noem ik daar ook specialisaties. Als je dat nog niet helemaal begrijpt, is het niet zo erg, want dan kom ik op het einde van deze slides kom ik daar uitgebreid op terug. Hier staat dus stap 3. Bepaal de foreign keys van de intenties. Heb je dat gedaan? Dan is de vierde stap. Ja, de overige attributen, zeg maar de rest, gewoon toevoegen aan de intenties. Okay. En komen de attributen voor in associaties en op n associaties, dan komen die gewoon in dat ding zelf. Dus in die tabel zelf. Of in die intentie zelf komen te staan dan, natuurlijk. Nou, ten slotte. Het kan nog zijn dat er extra restricties, constraints bij moeten.
Bijvoorbeeld omdat die gegeven zijn in het probleemdomein. Of vanwege nul of niet nul mogen zijn van attributen. Of misschien bij specialisaties dat er extra voorwaarden bij moeten. Hè, want een constraint is een voorwaarde. Restrictie is een eis, voorwaarde. Dat is een laatste stap die je nog even moet checken dan. Nou, hier heb ik een overzichtje dus gegeven, wat uitgebreid is. Hoe je dat zou kunnen aanpakken. De omzetting van een klassenmodel UML naar een relationeel representatiemodel. Op de volgende slide nogmaals heb ik hier een soort samenvatting gemaakt dat makkelijker te onthouden is. Goed, hier is die vereenvoudigde slide dan. Er staat eigenlijk hetzelfde op, alleen wat compacter en met minder details. Dus ik ga nu niet alles weer langslopen. Maar de eerste stap is natuurlijk intentie bepalen. De intenties bepalen de relatie van de relaties. Oké. Goed, hier staat eigenlijk hetzelfde als net. Dan de primary keys bepalen. En ik heb hier dat een beetje kort opgeschreven. Dan kan je het makkelijk uit je hoofd leren wat je moet doen. Foreign keys bepalen. Overige attributen toevoegen aan die intenties. En tenslotte extra restricties, constraints vermelden. Bijvoorbeeld 0 of niet 0. En dus dit moet je wel uit je hoofd leren en een aantal keren echt goed hebben geoefend voordat je dat ook echt kan, denk ik. Een uitgewerkt voorbeeld waarin ik stap voor stap dat receptje van net ga langslopen. Gegeven dus nu een klassenmodel, een UML-klassenmodel. Gevraagd wordt, maak hiervan een relationeel representatiemodel, een RRM. Nou, de eerste stap in het recept was bepaal de intenties. En de eerste stapje daar weer in is, iedere klasse, iedere gewone klasse wordt een intentie. Nou kijk, dit is een associatieklasse en dat is niet de gewone klasse. Hier staan drie gewone klassen, telefoon, student, docent. Dus dat leidt dan meteen tot deze drie intenties. Van relaties, student, docent, telefoon. Oké, deze hebben we gedaan. Iedere N op M associatie wordt een aparte intentie. He, sterretje op, dit betekent sterretje op sterretje. Heb ik die? Ja, hier, sterretje op sterretje. Dat is meteen ook die associatieklasse, afspraak is dat. Nou, maar dit leidt dan wel tot een aparte intentie. Die komt hier dan te staan, als het goed is. Afspraak. Ja, dus hier stonden nog associatieklassen. Maar ja, dat zijn eigenlijk altijd veel op veel associaties. Ja, dus dat gaat vaak in één keer dan. Goed. De primary keys bepalen van de klassen, dat is punt 2. Ten eerste de primary key voor iedere gewone klasse bepalen. Nou, wat zijn hier gewone klassen? Afspraak in ieder geval niet, want dat is een associatieklasse. Docent is een gewone klasse, student is een gewone klasse en telefoon is ook een gewone klasse. Maar telefoon is toch wel bijzonder in een bepaald opzicht, zullen we straks zien. Dus voorlopig alleen even student en docent. Student heeft studentnummer, staat die, primaire sleutel, primary key. Docent, docentnummer, docentnummer is primary key. Telefoon is toch een beetje bijzonder. Waarom? Nou, dat is zo omdat hij zelf eigenlijk niet een goede primary key heeft, maar dat hij altijd behoort bij één bepaalde student. Het gegeven telefoonnummer zit altijd vast aan exact één student. En dat leidt dan zeg maar tot dit puntje hier. Waarom staat hij hier? Primary key voor iedere afhankelijke klasse bepalen. Deze klasse kunnen we zeggen is afhankelijk van deze klasse, omdat iedere waarde bij één student altijd behoort. En zelf heeft hij niet echt een primary key. Dus, wat doen we dan? Nou, de primary key van telefoon wordt dan de combinatie van het telefoonnummer hier en die van studentnummer. Dus natuurlijk zit de primary key zit in telefoon. Kijk, hier. Telefoon. En de primaire sleutel is dan de combinatie van het studentnummer van die en hier in dit geval het telefoonnummer van deze. We zeggen dat telefoon een afhankelijke klasse is, of intentie is.
omdat daarin een stuk van een primaire sleutel van een andere terugkomt, namelijk studentnummer van student. Telefoon is afhankelijk van student. Dit soort afhankelijke klassen die komen niet zo heel veel voor, maar dit is wel een heel bekend voorbeeld dit. Je ziet het ook vaak met e-mailadressen of zo. E-mailadressen, telefoonnummers, die meerdere keren voorkomen. En kortom, als je een multivalid attribuut hebt, dan leidt dat nog wel eens tot een afhankelijke klasse die je dan zo moet maken in het relationeel representatiemodel, het primaire sleutel. Oké, gaan we verder. Dan nog de primary key voor iedere associatieklasse bepalen. Nou, de associatieklasse hier is afspraak, dat is die van N op N. Dat is precies deze associatie. Nou, een regel is die je goed moet onthouden. Hier staat die afspraak. De primary key van een intentie die afkomstig is van een associatieklasse van N op N, van veel op veel, van ster op ster, is altijd de combinatie van de primary keys die verbindt, zeg maar. Dus deze associatie maakt afspraak met, ofwel afspraak, die verbindt een student met een docent. Dus wat wordt de primary key van afspraak? Dat wordt de combinatie van studentnummer en docentnummer. Die verbindt die met elkaar. Vandaar dat de primaire sleutel van afspraak de combinatie is van deze twee attributen. Dus nogmaals. De ene is een komt van de ene kant van student en de andere komt van de andere kant van docent in dit geval. En tezamen vormen ze de primary key van afspraak. Dat brengt me nog even op een veelgemaakte fout. Sommige mensen zeggen van ja, hier staan twee primary keys in, 1 en 2, maar dat is niet waar. Nee, fout. Iedere intentie heeft altijd exact één primary key. En die kan bestaan uit meerdere attributen. De enkele primary key van afspraak is deze combinatie. En die bestaat uit twee attributen: studentnummer, docentnummer. Ook belangrijk is, maar dat is eigenlijk de volgende stap, 3, dat hier twee foreign keys in terechtkomen. Namelijk SNR is een foreign key naar student en docentnummer. In afspraak is een foreign key naar docent, maar dat zullen we straks zien. Maar heb ik het vastgezegd? Ja? Nou, daar staat deze nog bij, maar ja, deze onderste komt vaak op hetzelfde neer als die hierboven staat. Ja, want dit zijn bijna altijd veel of veel associaties. Oké, 3. Punt 3. Foreign keys bepalen. Nou, ten eerste zoek je op, komen er 0 op 1 associaties en 1 op 1 associaties voor in dit klassenmodel? Eigenlijk niet. Hier staan een sterretje, daar staan een sterretje, hier staan er zelfs twee sterretjes. Nee, deze twee komen nu niet voor in ons model. Dus ja, hoeven we niks voor te doen. De volgende vraag is, hebben we 1 of n associaties? Dus zeg maar aan de ene kant een sterretje. Ja, deze hier. En die ook. Hier staat 0-1. Maar hiermee bedoel ik dus 1 op n of 0-1 op n. Ja? Deze ook. Die twee, dat levert dus primary keys op. En heb je te maken met een 1 op n associatie, dan staat een sterretje aan deze kant bij de n. Dan komt de foreign key aan de n-zijde. Aan de sterzijde komt de foreign key. Dus bijvoorbeeld, is een associatie sterretje op 1 tussen telefoon en student. Dus de foreign key voor dit ding komt aan de telefoonkant. En die hoef je dan nu niet meer in te zetten, want die staat er zelfs al in. Dat is SNR. SNR is zelf een foreign key naar studentnummer daar. Nou, dus deze veel op 1, die zit er eigenlijk al in. Die wordt gemaakt door dit studentnummer van die afhankelijke klasse. Dus dit is een foreign key naar deze primary key. Deze hier, sterretje aan die kant, 0, 1 aan die kant, sterretje op n, of n op 1,
Ja, aan de sterke kant komt de foreign key. Dus in student moet er nu een foreign key komen naar de docent. Dus in student moet er een foreign key komen, staat die SLB'er, naar de docent. Student SLB'er is een foreign key naar docent nummer. Verder. Oh ja, deze hebben we ook net gezien. Telefoon plus SNR, ja, is een foreign key naar student SNR. Dat heb ik net ook al gezegd. Die staat hier nog apart nog even genoemd. Vervolgens foreign keys in NOP-M intenties. Ja, sterretje op sterretje. Heb ik net al gezegd hier. Dit is een samengestelde primary key. Die bestaat uit twee foreign keys. SNR is een foreign key naar student. DNR is een foreign key naar docent. Die moet je even vermelden. Hier staan ze. En na deze stap 3 hebben we toch wel de structuur hebben we vastgelegd van onze database. Namelijk welke tabellen zijn er, wat zijn de primary keys en wat zijn de foreign keys. Dat is de structuur daarvan. De vierde stapje is de overige attributen toevoegen aan de intenties. En als je attributen hebt in NOP-M associaties, zoals deze hier, dan komen die in die tabel daarvan te staan natuurlijk. Bijvoorbeeld datum en verslag komen te staan natuurlijk in afspraak. Ja? Dat leidt dan tot de volgende attributen hier. Hier staan ze allemaal in, alle attributen, met ook de foreign keys. Dus het resultaat is nu, tot nu toe, dat dit klassenmodel wordt omgezet naar dit relationeel representatiemodel. Dat is voor een kies hoor ook bij natuurlijk. Nog één stapje en dat is extra restricties, constraints vermelden als die er zijn. Ja, dan moeten we even beter kijken naar de foreign keys hier. Of die foreign keys allemaal wel 0 of niet 0 mogen zijn, dat is wel belangrijk. Dat heb ik hier even apart bij 5 gezet hier nu. Student, laten we die eerst nemen. Student.slb'er is een foreign key, deze. Dit is een foreign key naar docent D-nummer. Die eerste hier, deze foreign key. Mag die nu wel of geen nulwaardes hebben? Druk even op de spatiebalk, stop het filmpje even en denk even na. En probeer zelf achter te komen of deze eerste foreign key of die nulwaardes mag hebben of niet. Wacht ik eventjes en dan kun je even nadenken. Druk op de spatiebalk en denk na. Oké. Om dat te weten te komen, moet je even naar het klassenmodel kijken. Waar komt die SLB'er vandaan, dit attribuutje? Dat attribuutje SLB'er, dat komt van deze associatie. En hij zit aan de studentkant terecht, omdat een sterretje staat hier. Dus deze foreign key, SLB'er, zit hier in student. In de intentie van deze klasse. Maar kijk even, aan de overkant staat hoeveel SLB'ers erbij behoren. Daar staat 0.1. Dus die SLB'er, die foreign key, die heeft ofwel of niet daar een docent staan. 0 of 1 staat er namelijk. Dus een nulwaarde is wel mogelijk, omdat hier staat 0.1. Dus bij die student.slb'er, die mag nulwaardes hebben. Die eerste, dat is mogelijk, dat mag. Maar de tweede, ja, ik heb hem bijvoorbeeld al bijgeschreven. Bij telefoon is dat natuurlijk niet zo. Ja, maar kijk. Telefoon, daarvan is SNR is een foreign key. Dit naar student. En in dit geval heb je te maken met een foreign key die in een primary key zit. En omdat die foreign key, SNR, in een primary key zit, mag die geen nulwaardes hebben vanwege, denk even na, hoe heet ook weer die restrictie? Entity integrity. De entity integrity regel zegt dat deze primary key geen nulwaardes mag hebben. Dus SNR mag ook geen nulwaarde hebben, deze foreign key. Vandaar dat die staat nu not null. Oké, de volgende.
Denk zelf nu even na over deze twee foreign keys, SNR, DNR, in afspraak. Mogen die 0 zijn of mogen die niet 0 zijn bij die onderste twee? Druk op de spatiebalk, zet hem even stop dit filmpje en denk even na. Nou, je bent er weer, denk ik. Nou, in dit geval, SNR van afspraak zit ook in een primary key. Dit is de primary key van afspraak, deze combinatie. En SNR is een foreign key, die zit er middenin. Die mag dus ook geen nulwaardes hebben. En dat geldt ook voor DNR, die mag ook geen nulwaardes hebben, omdat die ook in deze primary key zit. Dus voor alle tweede foreign keys geldt, ze mogen geen nulwaardes hebben. En die eerste juist wel, hè, nogmaals, omdat er staat 0 tot 1. En hiermee hebben we het complete RRM hebben we gemaakt van de database. Uitgaande dus van dit gegeven klassenmodel. Vergeet niet op je tentamen, als je de foreign keys erbij schrijft, die moeten erbij staan trouwens, als je die vergeet, dan gaan er veel punten vanaf. Vergeet ook niet duidelijk te vermelden bij iedere foreign key of die 0 of niet 0 moet zijn. Hier staat het niet achter, dus dan geldt dat niet. Maar vergeet dat er niet bij te schrijven als die nog 0 moet zijn. Dat is erg belangrijk. Een tweede uitgewerkt voorbeeld. Een voorbeeld waarin dat iets ingewikkelder in elkaar zit. Iets meer associaties komen erin voor. Er komt een recursieve associatie in voor. Die sommige mensen ook moeilijker vinden. Je kan het op twee manieren, kun je nee, of op heel veel manieren kun je ermee omgaan met het voorbeeld. Een van de manieren is, een verstandige manier is, om nu even dit filmpje stop te zetten. En zelf te proberen om dit klassenmodel om te zetten naar een relationeel representatiemodel. Er is ook een pdfje naast gezet bij dit bestandje, bij deze video. En die kun je openen en dan kun je het overzichtje, het receptje kun je ernaast houden. En dan kun je aan de hand van dat receptje in die pdf kun je dan proberen om hiervan zelf eerst een relationeel representatiemodel van te maken. Voordat ik het ga uitleggen in de slides. Dat is een goede oefening. Okay, dus je kan het overwegen om nu op de spatiebalk te drukken en dat eerst zelf te proberen. Je kan ook overwegen om dat stapje voor stapje te doen en per slide te volgen. Ik zal daar ook nog wel aangeven dat je dat zou kunnen doen eerst door op de spatiebalk te drukken. Oké, beslis zelf wat het verstandigste is. Goed. Hier staat het model weer, iets kleiner. Dan heb ik ruimte hier om de uitwerking erbij te zetten. De eerste stap in het recept is de intenties bepalen. Iedere klasse wordt een intentie. Iedere gewone klasse. Nou, en wat ik net ook zei, je kan nu de spatiebalk gebruiken om even stop te zetten en na te denken wat de klassen zijn. Wat zijn de gewone klassen? Nou, hier afdeling is een gewone klasse, project is een gewone klasse, werknemer is een gewone klasse. Financiering is een associatieklasse en inzet is ook een associatieklasse. Dus ik heb hier drie, zeg maar, min of meer gewone klassen en twee associatieklassen. Hier drie, afdeling project werknemer. 1, 2, 3. En iedere N op N wordt een intentie. Iedere associatieklasse is dat ook meteen hier. Sterretje, 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 levert hier twee klassen op. Inzet en financiering. Dit zijn dan de intenties. Tweede stap, primary key voor iedere gewone klasse bepalen. Gebruik de spatiebalk, stop eventjes en denk na wat de primary key is voor de gewone intenties, zeg maar, van de gewone klasse. En dat is de afdeling project en werknemer. Afdeling project werknemer. Denk even na. Oké, nou dat ligt hier erg voor de hand, want in afdeling staat A-code, afdelingscode. Dus dat wordt hier de primary key, een afdeling. In project staat hier P-code, projectcode, wordt hier de primary key.
In werknemer W-code, werknemerscode, wordt hier de primary key. Dus dat ligt nog voor de hand hier. A-code, P-code, W-code voor deze drie. Voor financiering en inzet, hoe zit het daarmee? Oh, ja, ik heb hier nog afhankelijke klassen bepalen. Die komen hier eigenlijk niet in voor. Ja, vaak is het een telefoonnummer of e-mailadres of zo, hè, maar dat hebben we hier niet. Deze wel. En op M-associaties, sterretje op sterretje, sterretje op sterretje, associatieklassen die hebben we wel. Wat zijn de primary keys van financiering en van inzet die hieronder staan? Wat zijn die? Druk op je spatiebalk, denk even na wat de primary keys moeten zijn daarvan, van die twee. Oké. Nou, de regel is, de primary key van een associatieklasse van sterretje op sterretje is altijd de combinatie van de primary keys die die met elkaar verbindt. Dus van inzet wordt de primary key de combinatie van W-code en P-code. Van financiering wordt de primary key de combinatie van A-code en P-code. Hier staan ze, alle twee. We gaan naar de derde stap. En dan moeten we dus de foreign keys gaan bepalen. Nou ja, als er 0 op 1 associaties in voorkomen, dan moet de foreign key aan de 0 kant. Komt de 0 op 1 voor? Ja, hier staat 0, 1 tot 1. Zie je? 0, 1 tot 1. Dus deze komt niet voor, die eerste hier. Aan de 0 kant komt de foreign key om die associatie te maken. Dit is de 0 kant dan, dus in project komt de foreign key naar werknemer om deze associatie hier om die te maken. Nou ja, in project noemen we dat gewoon projectleider. Dus in project krijgen we een foreign key, heet projectleider en die wijst dus naar werknemer. Daar staat hij. Projectleider. 1 op 1 komt die voor, verder. Eigenlijk verder niet. Nee. 1 op N komt die voor. Ja, zeker. Hier staat 1 op N, 1 op sterretje. Aan de sterkant krijgen we een foreign key naar de ene kant. Dus in werknemer krijgen we een foreign key naar de afdeling. Dus in werknemer wordt de afdeling vermeld waar die werknemer werkt. Daar staat die AFD van afdeling. Goed, deze hebben we ook gehad. Oh, hier staat er nog eentje. 1 of veel. Aan de sterkant, dat is hier, in project, komt de foreign key naar afdeling ook. Dus ook in project staat een afdeling genoemd als foreign key. Project, afdelingscode. Het is een foreign key naar afdeling, die erboven staat. En dat is voor deze associatie te maken. Zit er nog meer 1 of veel in? Deze veel, sterretje, sterretje. Nee, deze hebben we gehad. Deze hebben we gehad. Deze hebben we gehad. Deze hebben we gehad. Ah, nog één. Sterretje op 1 of 0,1. Ook deze moeten we doen. Dat betekent dit. Dat aan de sterretjeskant, dat is werknemer. Dat is in dit geval toevallig dezelfde kant als de 1 kant. Maar goed, sterretjeskant is hier, is werknemer. In werknemer moet er een foreign key komen naar werknemer. Ja, nou dat ding zelf. Dus in werknemer moet er foreign key komen met de naam baas naar de primary key W-code in werknemer. Even kijken, werknemer, baas. En dit is dus een foreign key naar zijn eigen primaire sleutel, baas. Dat kan dus ook. Je ziet dus hoe zo'n recursieve associatie wordt gemaakt. Namelijk, tenminste als die sterretje op 1 is, dan komt er een foreign key gewoon in het ding zelf te staan, naar zijn eigen primary key. Baas. En nu hebben we, deze foreign key is natuurlijk nog, even kijken, foreign key in N op M. Ja, de foreign keys in inzet en financiering. Wat zijn die? Nou ja, dat zijn natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld van inzet. De primary key is deze combinatie.
En die bestaat nu weer uit twee foreign keys. W-code naar werknemer, P-code naar project. Financiering ook. Bestaat ook, de primaire sleutel bestaat ook uit twee attributen. Uit twee foreign keys. A-code naar afdeling, P-code naar project. En dat levert dus de volgende overzicht op. Van alle foreign keys. Je ziet, er zijn best wel veel foreign keys. Ik heb hier meteen achtergeschreven not null. Het zou misschien beter zijn om dat zelf te doen. Om er zelf achter te komen wat null en wat null null moet zijn. Oké, als oefening. Ik heb hier eigenlijk al stap 5 al meteen gedaan. Ja? Goed. De vierde stap. Overige attributen toevoegen aan de intenties. Nou ja, welke zijn dat? Nou ja, naam in afdeling moet ergens gezet worden in afdeling. Bedrag komt in financiering, naam, budget komt in project erbij, datum, uur komt in inzet erbij en naam komt de werknemer erbij. Daar staan ze. En dit is dan het complete model. Want nogmaals, de vijfde stap. De vijfde stap, die heb ik hier al genomen. Nog een opmerking. Ja? Datum hier, kijk, moet je kijken hier, datum in inzet. Datum zit niet hier in de primary key. Zie je dat? Iedere combinatie van W-code en P-code kan maar één keer voorkomen bij inzet. Ja, dus de bedoeling van inzet is om vast te leggen dat de werknemer een aantal uren gewerkt heeft op een datum voor een project. Maar ja, die werknemer kan best op meerdere datums, kan die uren worden ingezet. Maar dat kun je dus nu niet vastleggen nu. Want die combinatie van W-nummer en P-code, dat is de primary key. En die waardes mogen maar één keer voorkomen, uniciteit. Dus iedere combinatie, W-code, P-code, komt maar één keer voor. En je kan dus maar één keer een datum vermelden met een aantal uren. Dat is niet handig, zo kun je dus niet de historie kun je zo bijhouden. Hoe kun je dat verbeteren? Denk even na. Hoe zou je dat beter kunnen maken, zodat wel de historie wordt bijgehouden? Nou ja, dat kan door inzet niet, om van inzet niet een associatieklasse te maken, maar door voor inzet een echte klasse, gewone klasse te maken, die inzit tussen werknemer en project. Dan krijg je dus project, daartussen inzet als aparte klasse en dan project. Zo kun je dat doen. En dan kun je dat wel vastleggen. Ja, je zou kunnen zeggen dat dit klassenmodel eigenlijk niet helemaal correct is dan. Omdat het hier niet mogelijk mee is om de historie vast te leggen van de inzet van werknemers in projecten. Dat is onhandig. Beter is nogmaals een klasse ertussen te zetten. Nou, hier staat het nog een keer. Het hele overzicht. De vraag is nu deze. Is er nog een constraint nodig? We zitten bij 5 hier. En daar staat bij bijvoorbeeld wel of niet 0. Dat heb ik hier al, had ik hier al bijgeschreven. Dat was niet zo handig. Want dan kunnen jullie beter eerst zelf proberen. Maar in dit schema kun je nog een ander soort constraint bedenken. Hierin. Die hier niet bij staat vermeld, maar die wel eigenlijk belangrijk is om die nageleefd te hebben in je database. Druk even op de spatiebalk, kijk even goed naar het schemaatje en probeer een soort voorwaarde, een soort constraint te bedenken die hierin wel belangrijk is, zeer waarschijnlijk. Afgaande op alleen maar dit model. Oké, wacht even dan. Oké, ik hoop dat je het zelf hebt geprobeerd. Nou, kijk even naar financiering en naar project. Naar deze twee klassen. Dit is een associatieklasse en dit is een project. In project zit een attribuut dat heet budget. Dat is natuurlijk het totale budget van het project. En wat je mag uitgeven. De afdelingen die geven een bedrag ter financiering voor een project. Een afdeling kan dat doen. En dat leidt dan tot een bepaald budget. Dus alle bedragen bij elkaar opgeteld, die gefinancierd zijn voor een bepaald project, dat is dat budget hier.
Ja, je zou kunnen zeggen van eigenlijk is het budget hier, dit attribuutje, is eigenlijk overbodig. Is eigenlijk redundant, dit attribuutje. Want je hoeft voor iedere afdeling alleen maar alle bedragen op te tellen en je weet het budget, weet je ook. Ja? Dus, nogmaals, iedere afdeling kan een bedrag kan die storten voor een project en dat telt dan op bij budget hier. Als je die bedragen opslaat in je database bij iedere financiering en je telt ze op voor iedere afdeling, dan kun je zelf berekenen wat het budget is voor een project. Dus dit attribuutje hoef je eigenlijk niet vast te leggen. Dit is eigenlijk redundant. Maar ja, het is wel handig om het vast te hebben. Dan hoef je dat niet zelf op te tellen. Dan hoef je geen programmaatje te schrijven eerst om dit op te tellen, om dat budget te berekenen. Dus het is wel handig. Het is redundant, maar wel handig. Dat wordt wel meegedaan in databases, zoiets. Maar het gevolg is wel, door die redundantie, dat je een constraint nodig hebt. Want je moet er wel voor zorgen altijd dat als er een bedrag bij komt bij financiering voor een afdeling, dat dan het betreffende budget van die afdeling ook wordt opgehoogd. Dat moet het liefst automatisch gebeuren. Want alleen dan kun je garanderen dat het systeem altijd consistent blijft. Dat het budget wat er staat ook inderdaad de som is van alle bedragen van een afdeling. Dus redundantie, het bewust toegevoegd, zoals in dit geval, leidt dan bijna altijd tot extra constraint in je model. Die je ook moet afdwingen ook. Die je ook moet controleren zelf. Moet programmeren zelf. Om je database consistent te houden. Dus algemene regel, als je redundantie toevoegt, om een of andere reden, zoals hier bij dit attribuutje, let op de constraints die erbij komen. Die moet je zelf in het programmaatje zelf afdwingen. Ja? Dus dat heb ik hier opgeschreven. Projectbudget is de som van bedragen van financieringen. Hoe gaat dat? Hoe kun je dat programmeren? Nou, een goed voorbeeld daarvan is met triggers. Het hangt af van het DBMS wat je gebruikt. Of het nou MySQL is, of SQL Server, of Oracle, of wat dan ook. Het hangt ervan af wat je hebt. Wat de mogelijkheden zijn om constraints te definiëren in je database. Maar de meeste, bijna alle DBMS'en, daarin is het wel mogelijk om triggers te gebruiken. En met een trigger kun je deze constraint, in dit geval, kun je afdwingen. En triggers is ook iets wat we in de komende weken gaan onderzoeken hoe dat zit. Okay? Dus hier heb je al een voorbeeld van wat het nut kan zijn van een trigger, namelijk het afdwingen van een constraint die nodig is om een redundantie in je model, om die consistent te houden. En dat is iets wat in databases toch wel vaak voorkomt, dit. Daarom vind ik dit voorbeeldje wel aardig om dat nog even te laten zien. Okay? Dus hier zie je al een motivatie, zeg maar, om triggers, om die goed te bestuderen. Triggers. En want ja, constraints, die heb je altijd in databases. Nou, en met triggers kun je die dus realiseren. Goed, het laatste onderwerp van deze week. Hoe moeten we nu specialisaties omzetten naar een relationeel representatiemodel? En wat zijn ook weer specialisaties? Een fiets is bijvoorbeeld een voertuig. En dan is fiets een specialisatie van voertuig. En voertuig is een generalisatie. In objectgeoriënteerde modellen, UML, komen die dingen regelmatig voor. In moderne software wordt heel veel gebruik gemaakt van objectoriëntatie. En daarin zijn specialisaties, zeg maar inheritance, komt daar heel veel in voor. Echter, het relationele model is een stuk ouder dan objectoriëntatie. En dat kent geen specialisaties, is daar niet voor gebouwd. Dus er zijn geen extra faciliteiten in het relationele datamodel om specialisaties te maken. En ja, en toch willen we graag die dingen vast kunnen leggen in de database. Hoe doen we dat? Nou, er zijn grofweg drie mogelijke manieren om dat te realiseren. Minstens drie manieren. Dit zijn de meest gebruikte manieren dit. De eerste manier is de generalisatie, enkelvoud, en de meerdere, mogelijk meerdere specialisaties
elk hun eigen intentie. Dus heb je bijvoorbeeld voertuig, je hebt een fiets is een voertuig, een auto is een voertuig, dan krijg je alle drie krijgen een eigen intentie, een eigen relatie en dus ook later een eigen extensie. Dat is de eerste mogelijkheid, die keuze kun je hebben. De tweede mogelijkheid is elke specialisatie een eigen intentie. En de gemeenschappelijke attributen van de generalisatie komen in alle specialisaties, in eigen intenties komen die voor. Dus die worden gewoon herhaald, dus zeg maar. Dus je hebt geen aparte intentie voor de generalisatie. Dat is een tweede veelgebruikte manier om specialisaties en generalisaties te maken. De derde manier is nog makkelijker misschien. Gewoon één intentie, ook dus één tabel, waarin alles staat van alle generalisaties, van de generalisatie met alle specialisaties. Er zijn dus drie mogelijkheden die we achtereenvolgens wel gaan bekijken in een voorbeeldje. Bedenk erbij, afhankelijk van de implementatie, 1, 2 of 3, kun je wel of niet nulwaardes krijgen bij sommige attributen en mogelijk nog extra constraints kunnen bijkomen. En we zullen het op een eenvoudige manier zullen we het behandelen. In de praktijk zijn er nog veel meer details die wij van belang zijn, maar we houden het maar een beetje eenvoudig. Een voorbeeld. Ik heb hier een generalisatiehuis met drie attributen, code, adres, woonplaats. Dus dit is de generalisatie en ik heb hier twee specialisaties, huurhuis, koophuis. Huurhuis heeft een maandbedrag, ja? En een koophuis heeft een eigenaar en een WOZ-waarde. Dat huurhuis en die koophuis, dat zijn de specialisaties van de generalisatie huis. Even nog ter herhaling. Wat zijn de attributen van huurhuis? Druk even de spatiebalk in en denk even na. Wat zijn de attributen van huurhuis? Oké. Okay. Natuurlijk maandbedrag, maar ook code, adres, woonplaats. Dat zijn de attributen van huurhuis. Wat zijn de attributen van koophuis? Nou, eigenaar, WOZ, maar ook code, adres, woonplaats. Nou, als je nu als implementatie van dit klassenmodel in een relationeel database, als je dat wil maken, dan is de eerste mogelijkheid gewoon iedere generalisatie, huis, en iedere specialisatie, koophuis, huurhuis, een eigen intentie. Dus, het wordt dit. Huis, dit is de generalisatie. Eigen intentie. Code, adres, woonplaats. Code, adres, woonplaats. Code is dan natuurlijk dan hier de primary key. Maar ook iedere specialisatie krijgt zijn eigen intentie. Huurhuis, maandbedrag, koophuis, eigenaar, WOZ. Ja, en wat moet je hier dan op primary key kiezen? Nou, het staat er al. Ja, ook die van de generalisatie. Dus ook hier neem je code en ook daar neem je code als primary key. Ja? Hier komt iets aparts om de hoek kijken. Want je hebt nu twee begrippen geleerd. Primary key. Ja, dit zijn drie primary keys. En je hebt ook het begrip foreign key geleerd. En je hebt geleerd foreign key. Die hebben we hier nog niet aangewezen. Maar in het algemeen een foreign key wijst altijd naar een primary key. Altijd, oké? Okay? Een foreign key is zelden zelf een primary key. Zelden is een foreign key een primary key. Het komt voor, en dit is nou een van de weinige situaties waarin de foreign key zelf ook een primary key is. Want dit attribuut, deze primary key code, moet zelf ook een foreign key zijn naar huiscode. Koophuis.code is een primary key, maar moet zelf ook een foreign key zijn met deze primary key. En dat is iets aparts, wat specifiek is voor deze truc om specialisaties te maken in een relationeel representatiemodel, waarin alles een eigen intentie krijgt. Hierin krijgt dus de primary key van een specialisatie, sorry, ja, de, hierin wordt de, opnieuw, sorry, Hierin wordt dus de primary key van een specialisatie zelf ook een foreign key naar de primary key van een generalisatie.
Hier ook, ik zal het gewoon nog een keer zeggen, naar een verkoophuis. De primary key van deze specialisatie wordt zelf ook meteen foreign key naar de primary key van een generalisatie. En dat is een van de weinige situaties waarin het voorkomt, dat een primary key zelf ook een foreign key is. Oké? Ja, misschien denk je, net hadden we toch bijvoorbeeld bij financiering, hadden we ook twee foreign keys in een primary key. Ja, dat klopt. Maar daar gold niet dat een foreign key gelijk was aan een primary key. In financiering stonden twee foreign keys en alle twee zaten ze in een primary key. Ja? Hier is de primary key zelf een foreign key. Goed, dat was de eerste manier om deze specialisaties om te zetten naar een relationeel prestatiemodel, namelijk alles hun eigen intentie. De tweede manier om dit op te lossen is elke specialisatie een eigen intentie en de andere, de gemeenschappelijke attributen, deze drie, gewoon bij iedere intentie opnemen. Dus huurhuis krijgt dan natuurlijk maandbedrag, maar ook code, adres, woonplaats, waarin code natuurlijk dan de primary key is. En dat doen we ook voor koophuis. Dit is een tweede manier. Misschien vraag je je af, wat zijn de voor- en nadelen van alle verschillende manieren om dit in te implementeren? Maar dat zou tot te veel details leiden bij dit vakje. Okay, dus we hebben besloten dat dit genoeg is om daarvan te weten dat het mogelijk is. De derde manier om die specialisaties te realiseren is alles in één intentie stoppen. En dat wordt dan later ook één tabel. Dus die noemen we dan gewoon huis. De primary key is natuurlijk dan gewoon code daarvan, van huis. Adres, woonplaats, die staan hier. Ja, en dan gewoon ook de attributen erin van alle specialisaties. Huurhuis heeft maandbedrag. Maandbedrag staat hier. Eigenaar WOZ van een koophuis. Nou, die staat er ook in. Die staat hier. Dus maandbedrag is van de ene specialisatie. Eigenaar en WOZ zijn van een andere specialisatie. Hoe weet je nou wat voor soort ding je hebt als je één regel hebt in huis? Nou, dat wordt bepaald dan door een extra attributje wat erbij moet komen. En dat kun je bijvoorbeeld type noemen. En het type geeft dan aan om welk soort huis het gaat typen. Dit attribuutje, dat kan dan een waarde hebben, bijvoorbeeld huurhuis en koophuis. En afhankelijk daarvan heb je te maken met een huurhuis en een koophuis. Bedenk je wel dat stel dat je te maken hebt met een huurhuis. Stel dat je een regel toevoegt aan de tabel hiervan. En dat is een huurhuis. Dan moet ik een maandbedrag moet ik hebben. Dan moet er hier dus een waarde staan voor dat huurhuis. Maar voor hetzelfde huurhuis heb ik geen eigenaar en geen WOZ. Dus voor dat huurhuis moet ik ervoor zorgen dan dat hier een nulwaarde in komt te staan. En daar een nulwaarde in komt te staan voor een huurhuis. Omgedraaid, stel dat ik te maken heb met een koophuis als regel. Met een code, adres, woonplaats, woonplaats. En dit is een koophuis, dan heb je geen maandbedrag. Dan heb je juist wel een eigenaar en een WOZ. Dus heb je te maken met een koophuis, dan staat hier koophuis. Dan staat er bij eigenaar iets ingevuld. Bij WOZ staat iets ingevuld. Maar bij maandbedrag staat dan juist dan nu een nulwaarde. Je zult begrijpen dan dus dat de tabel die dit oplevert een tabel wordt met nulwaardes op heel veel plaatsen. Namelijk omdat je heb je veel specialisaties, heb je heel veel nulwaardes in je tabel staan. Dat is een bekend nadeel van deze tabel. Alles staat wel lekker makkelijk in één tabel, maar er staan wel veel nulwaardes in. En iedere keer moet je dus naar dat type kijken waarmee je te maken hebt. Is het een huurhuis of is het een koophuis? Maar het is ook een veelgebruikte manier. Het is een makkelijke manier om specialisaties te realiseren. Als je die nulwaardes voor lief neemt, dan is dat ook een handige manier.